Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een nieuwe aflevering van de Pokémon Scarlet en Violet Surprise Cage Lock met Nandoing. Lekkering. Zeker lekkering. Ik verwacht eigenlijk, elke keer als je start met opnemen verwacht ik een countdown, want dat ben ik van Jordi gewend. Oh ja. En volgens mij doen we dit al dik, nou niet een jaar, maar al misschien een half jaar of zo. Mm-hmm. Op deze manier wat opnemen. En elke keer trap ik er weer in. Ja. Elke keer weer. Man. Sorry, Ing. Maakt niet uit. Dit is prima, Ing. Voor de mensen, dit is featuring M&M's. Dat is zeker lekker, Ing. 2024 ziet er nou uit dat het een mooi jaar gaat worden. Ik ga proberen om meer te streamen, want ik ga die Shiny Bingoing doen in. Oh ja? Ja, zeker. Nice. En misschien dat ik ook nog enigszins wat trophy hunts ga streamen. Ik ga bijvoorbeeld de eerste week van januari in mijn vakantie. Dan ga ik Skyrim doen in. Oh. De Elder Scrolls. Want zo'n guy die ken ik, die ken jij ook, Saman. Ja. Dat was X. Die gaat dat ook doen. Die gaat de hele week streamen. En dan gaat hij proberen de achievements in Skyrim te halen op Steam. En ik ga voor de platinum. En dan misschien de DLC erbij. Dat is altijd mooi meegenomen. Lekkering. Ja, zeker lekkering. Yes, yes. Dat is nicing on the cake. Ja. Misschien dat als we een keer een bingo doen, dat je ook kan streamen. Oeh, ja, dat is ook wel vet. Dat zie je ook mijn kant. Alleen ja, jij hebt zo'n mooie layout. Dan moet ik ook zo'n mooie layout gaan maken. We gotta go to the schoolyard. Niemand cares. Niemand. Heel lange laadscherm. Mijn haar is echt donzig. Donzig? Kan je daar zo'n donsjas van maken? Ja, zeker. Het is omdat ik de hele dag heb ik gel in mijn haar gehad. En als ik thuis kom, dan spoel ik het er altijd uit. Met warm water. En dan wordt mijn haar lekker donzig van. Lekker. Ja, echt lekker. Ik hoor ook gewoon dat je lekkering aan het genieten bent van die M&M's. Zekering! Ja. Ik had de vorige keer M&M's kunnen halen, maar ik zag dat ze niet in de aanbieding waren. En toen dacht ik, zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Ik dacht, nah, ik pak wel 8 chocoladerepen van de Albert Heijn. Dat is ook prima. En volgens mij heb ik nog maar 2 repen of 1. Dus dat ging heel snel op. Ja, met een chocolade candy guy. Ja, ik heb het vorige week vrijdag gehaald, want toen moest ik maar een halve dag werken. En volgens mij had ik al direct binnen 2 dagen al de helft op. Well. Moet nou weer met mijn mode battelen? Nee. Oh. Nee. Ze gaat zeggen, je moet de gyms gaan doen. En dan komt Arvin, nee, je moet de Titans gaan doen. En dan komt Penny met, hi, what's going on? En dan zegt Cassiopeia aan de telefoon, nee, je moet Team Star doen. Want je moet 3 Pokémonings hebben. En dan zegt Milan, ja, maar ik heb geen 3 Pokémonings. Nee. Dus je hebt wel een goed excuus om het niet te doen. Heel goed, Milan. Waarom heb ik daar niet aan gedacht? He doesn't want to waste his time on championship. Echt. Bro, ik wil mijn tijd niet verspillen aan Urban Mystica. Wat vind je daarvan, Arvin? Oh my. Jee. Heb je trouwens gezien dat je
met die barbecue DLC pack. Ja. Yeah. Van Scarlet en Violet. Dus yeah. Je zo'n afterstory hebt van Team Star. Nee. Je kan eindelijk zien hoe die fighting Team Star member eruit ziet zonder die make-up. Oh, lol. Not gonna lie. Ziet er wel oké uit. En ze is echt huge. Maar je ziet dat er van elke Team Star member... Nou ja, van de jongens nou, verandert dit niet heel veel. Alleen het outfit. Mm-hmm. Maar de meiden zien echt totaal anders uit. Lol. Oh, spoilerino alert. The Poison Type Ninja, dat is een guy. Dat is geen chick. Nee, ik dacht altijd dat het een chick was. Ja, maar dat is van de achtste gym leader ook. Of tenminste de ijs gym leader. Ja, ja, exact. Exact. Exacto mundo. Raymundo. Oh, die blijft er gewoon in zitten. Die is echt geweldig. Misschien moet ik weer eventjes wat van die wijze lessen van Tito aanluisteren. Zoals de oude Hawaiianen altijd zeiden. Ja, zoals de oude oude Hawaiianen. Godverdomme. Zeg ik het nou wel of niet goed? Ja, je zei het de laatste keer goed, hoor. Oké, Hawaiianen. Ja. Ja, is lekker in. Dit is Jacques. Oké, Jacques de Molay. Would you like? Oh, je kan nu al naar Kitakami. Oh. Let's go! Nee. Oké, okay, doei! Lathering! Ik kan niet eens naar Kitakami, want ik heb voor Scarlet geen Kitakami pack. Setting. Maar die hebben we ook niet nodig, want we gaan toch alleen maar de main game doen. Precies. Ik deed het alleen maar zo dat ik twee keer de legendaries kan vangen. Yay! Yay! Zodat je die Koshani in het... Wacht. Weet wat? Oh, nee, toch niet. Ja, ik had het gehaald omdat ik dacht dat je de Galarian Birds kon shiny hunten in de Barbecue League story. How about no? En het is niet eens de Galarian Birds, het is de Kentonian Birds. Nog lelijker. Ja, dan voel je je echt opgelicht. Oh, we moeten er eens helemaal niet uit aan deze kant, of wel? Nee, we moeten naar links. Mating on the... Materinks. Materinks. Mating en matinnen. Maten en matinnen, inderdaad. Oeh, happy die. XP. Dat was echt weinig XP, want ik vergat dat Auto Battle niet zoveel XP geeft. Nee, daar moeten ze wat hoger level voor zijn. Godverdoring. Oh ja, ik dacht 3 doublings. Pause for 3 doublings. Ja, zeker. We do be loving 3 doublings. Ja, zeker. Oh, Happini. Experience. Oeh, Happini experience. That's a smarty pantsing. Dat is zo'n goede keuze. Oh, jij bent al level 13? Ja, maar ik kreeg hem op level 12, hè. Niet shoot op. Zij was al redelijk hoog level. Oké. Je hebt geluk, Ing. Anders werd ik boos, Ing. Dat snap ik, Ing. Wauw, een scatterbug. Oh, ik zag een Hoppip en ik dacht even, het is Shiny Marie. Shiny! Bro, het is Shiny Marie. Snel vangen. Ja. Het zou wel nice zijn, dan heb ik wel weer dit 3 Pokémon. Ja, dat zou wel mooi zijn. Een Sunkern. Dit zijn echt gewoon geen Pokémon waar ik goed tegen kan trainen. Met mijn water-Pokémon. Je moet de trainerings pakken. Ja, maar straks kill de trainerings mij. Oh. En dat wil ik niet, denk, want die heeft sowieso gras-Pokémon, hè. Ik deze had... Drifloon. En die andere weet ik niet meer. Oeps. Oepsie poepsie. Het was in ieder geval geen Grass type. Dat is ook geen Grass type. Nee, dat is een woep woep. Een woep woep woep. Heeft hij niet zo'n ability? Ze hebben allemaal abilities.
Ja, maar tegen water eens. Ja, maar ik heb nog geen wateraanvallen. Oh, niks aan de hand, ding. Zeker niet, ding. Lankering. Daar ging de woep woep. Woep woep. Krijg ik nu 1 miljoen experience? Nee, dat valt vast tegen. Oh man. You do be cheated out of 1 million experience. Yes. Zij zijn gewoon aan het cheaterings. Echt, ding. Vieze cheaterings. Echt, hele gore, vieze gore, vieze cheaterings. Vieze gore cheaterings. Oh, trouwens, voor Pokémon's vangen. Ja. Want we hebben nu Terra Crystals. Maar gaan wij gewoon alleen maar Overworld Pokémon vangen? Ja. Oké, ja, ja. Dat is pre-mining. Dat vind ik niet erg. Ja, ga daar een Kimmigool vangen. Nee, want ik mag nog niet vangen. Maar ik ga zo. Hij is er wel. Ja, hij is er wel, maar ik ga hem killen voor de monies. Oeh, een Starly. Hij is level 10. Hij was level 10. Oh, hij leeft. Hij is level 10. En nu gaat hij flinchen. Yeah. Zelfs met Rattled is hij nog slomer dan een Tutel. Wat een loser boy. Wat een vieze loser boy. Ja, de pok aanval, jongens. Wel, nee, je bent net een Jordi. En dat is geen compliment. Ja, maar in ruil voor counter. Maar counter, nee. Misschien is counter wel beter, trouwens. Ik ga even zo'n diddle diddle doop verslaan. Een diddle 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 doop. Wauw, dat is wel diddle diddle. Oeh! Boop. Ja, die. Maar dan pre-evolved. Dat, die toelalalalaboop geeft je wel extra veel XP. Dat is misschien... Die heb jij als sound effect, toch? Nee. Jawel, jawel, jawel. Als inderdaad, op Twitch bedoel je. Jawel, ja, op Twitch. Ja. Oeh. Oh, misschien moet ik die ook nemen. Of ik neem Jinx. Want dan heb jij je dubbele loop hoep en dan heb ik. Klok echt niet. Nee. I tried. So hard. And got so far. But in the end, it doesn't even matter. Mattering. Matterings. Oeh, een Spyduck. Spyduck, dat is zo'n Pokémon voor paddying. Ja, zeker. Oh, dit is wel een hoge level Spyduck. Be liking hoge levelings. Ja, deze moet je wel even oppassen. Die gaan we niet doen. Ik zou hem inderdaad skipping. Dan heb ik dat mazzel dat ik potions heb en dat we doen met potions gebruiken. Maar... Ja. Crit. Oké, okay. Ik wil wel zeggen, dit was echt zo'n moment van, oh, nu gaat hij me critten. Ja. Is dat nou in een friend balling? Mastiff. Dat is de dark type. Ja, Winkle is nog niet goed genoeg. Hè, ik dacht dat Cyclosaur een move had geleerd. Nope. Ik zou toch zweren dat hij een move had geleerd. Wauw. Maar misschien was het alleen de Wingull. Uh-oh, intimidate. Hij doet jouw intimidering naar de tering. Krijg lekker de tering. Oh, dat deed wel aardig wat. Oké, ik doe nog een keertje rapid spin. Jigglypuff geeft aardig wat XP, daar vind ik, ben ik blij mee. Oh man, Jigglypuff, Jigglypuff.
ik zou zeker deze trainering niet ding doen, Ing. Nee, gaan we ook zeker niet doen, Ing. Het is dat niet nog meer Pokémon in kwijtraking. Nee, zeker niet ding. Het is dat het geen Pokémon Let's Go is. Of Legends Arceus. Laat ik die gewoon weg kunnen lopen, Ing. Ja, dat is wel nice. Nou, kan niet lekker de vinktering krijgen. Echt hoor. Oké, ik heb een idee. Maar dan moet de Machief? 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 Ja. Ja, moet hij niet zoveel doen. Oeh, dit wordt wel een beetje risky. Risk it for the biscuit. Nou. I don't know, man. 33. En dan als hij boot doet, zit ik op... Kijk, dat is 16 damage. Zas. 16. Ik weet ook niet of als ik terrestrialize of hij dan wat minder doet. Wacht, ik ga... To be sure, ik heb 8 potions. Ik ga nog eventjes een paar keer totdat hij een crit rolt. Of totdat hij low rolt, dan weet ik zeker dat ik... Kijk, 37. Oké, ja. Nu doe ik counter. Het zou ook lekker zijn als ik gewoon nog een wateraanval leer. En nu is hij nearing. Goodbye. Green and the wing. Yes. Mudbray. Maat, okay. Want dat is echt een fucking goede trainer. Ik hoop dat hij... Ik denk niet dat hij ground move, rock moves heeft met mijn prey. Wingull kan een keertje wat actie verrichten. Water gun! Ja, ik ga terrestrializen. You'll be calming the pussy, Ing? Nee. I do be risking it for the biscuiting. Oh, trouwens, dit is echt heel dom. Want nu als hij een ground move heeft, kan hij me gewoon raken. Maar nu doe ik wel meer damage. Misschien ben je gewoon... Is hij one hit KO'ing? Nee, dat valt vies tegen. En hij heeft een berry. Oh, nu is het een 3 hit KO. Dat is wel echt kut. Rock smash. Geen drop, oké. Okay. Dat had ook minder effect gedaan als jij nog... Als ik nog flying type was, Ing, ja. Sejou mijn goal! Pot for 3, dat was wel mijn ace voor de crest, Jim. Dat is wel een vervelend ding. Oké, Cyclosaur. Nou ja, laten we het zo zeggen. Het is nu wel eerlijker. Nou. Oké, we hebben allebei een death. Yes, let's go. Nou ja, nu heb je wel van me af kunnen kijken welke trainer je moet skippen. Ja. Oeh, ik heb Raking Swipe, dat is een goede move. Maar ik leer met een aanval op Weasel. Een aanval met Weasel? Misschien is het wel een goede aanval, Ing. Dat zou wel fijn in zijn, Ing. Oké, Wingeguru, you will be released. Goodbye. Goodbye. Oh, nee, huh? Maar er kwam net zo'n lampje bij te staan. Dat betekent dat hij een nieuwe move heeft. Ja, change moves? Oh ja. Maat, hij kon dit al lang al leren. What maar die leert hij dus niet vanzelf op het moment dat je... Dat hoort wel. Kijken. Oh ja, want mijn Cyclosaur zou ik Ton moeten krijgen. Zie je? Wat een onzin. Misschien is dat een van die opties. Kijken. Skip move learning. Nee, dus dat uit. Oh, maar misschien omdat je toen die auto battle deed. Ja, ik denk dat het komt door auto battles dan. Want als je auto battle doet, dan skipt die gewoon... Hier, hypnosis. Wauw. Daar heb je wel wat aan, in. Ja, dat denk ik ook.
Ik wil heel graag healing. Dankjewel, Link. Alsjeblieft, Link. Link, Link. Oh, did you know? Ben jij zo meteen ready om de gym challenge te doen? Ja, zeker, Link. Ik ga nog even wat potioning scopen. Oh, jij bent echt een pants, hè? Een pants? Een smarty pants! Een smarty pants, ja, zeker. I'd like to buy me some potion inks, please. Ik koop wat paralyzed heals voor de zekerheid. Paralyzed. Antidotes zullen waarschijnlijk niet voor deze gym nodig zijn, maar je weet het nooit. You never knowing. You never walk alone. Dat ook. Oké, okay, tijd voor de challenging. Link. Oké, okay, gaan we pushy mode zijn en niet de trainer doen in de challenge? Als ik weet hoe dat moet. Gewoon, het is die bal om hem heen halen. Oh, ik kan dat ride. Oké, okay. Nu kan ik wel rijden. Jee. Namona. Trainer battle, blub. Pot for 3 dubbeltjes. Ik heb nog gelijk ook. We zeggen gewoon nee. No. No, I'm not here for any badges. Oké. Okay. Oh, 3 superpo. Oh, yes. Lekkering, Nimona. Oh, lekkering. Oké, okay, doeg, Nimona. Challenging timing voor de Cotondo Gym. Weet je wat deze game heeft? Tearing? Het Nemona-virus. Het Nemona-virus. Ja, het battle je rival bij elke gym-virus. I don't want to battle my rival, elke gym. Olive roll? Ja, we gaan olijven rollen. Dan kunnen we beter naar Olive Garden gaan. Ja, eigenlijk had dit ook gewoon de challenge moeten zijn voor de Grass Gym. Wacht, waar is die? Ik heb dit zo lang niet gespeeld. Oh ja. Als je zeg maar voor de gym staat, dan links. Links schuin. Achter de gebouwing. Een zwembadding. Een zwembadding. Ik denk dat we pas de mons gaan vangen nadat we de cage lock battle hebben gedaan, toch? Ja. Dus we moeten uit de Pokémon's die we hebben moeten kiezen welke we gaan gebruiken. Oké, okay, wacht. Ik moet hier waarschijnlijk met iemand praten. Zo, deze mevrouw. Gym test. Yay, let's go. En dan zeg ik nee. Doei. Hop. En hop. Soms wil die niet. Het is een beetje vervelend. Maar je kan hem dus eroverheen kieperen. Yep. Alleen what soms staan de small lift ervoor. No, we en don't ik like small lift. Hop. Ik ben al bijna. Het is een beetje. Ja, daar gaat hij. B2, hoppatee. Nu heb je die trainer geskipt. Ja. Lekker ring. Nee, je kan ook helemaal omlopen, maar dit is gewoon veel sneller. Linkering. Kijk, hoppatee. Oh. Je doet het nog zelfs beter dan ik. Je skipt gewoon 2 van die van die hekjes in één keer. En hij stuitering. Ja, hij stuitering, goeding. Je moet alleen een beetje oppassen dat hij niet dat hekje weer terug overgaat. Mm-hmm. Dan zit je een klein beetje in de problemen. Ik heb trouwens panning weer nodig om samen te streamen, want ik moet zo'n romhack nog uitspelen tot aan de derde gym. Is het echt anders zijn romhack, zeg maar? Nee, alleen de mods en encounters. Oh. En de trainers en de gymleaders. Oké. Okay. Maar voor de rest, de dialoog is hetzelfde, de items zijn hetzelfde. Nee, misschien dat de items net wat anders waren. Dat weet ik niet meer.
Ik heb de Olive Roll Challenge gehaald. Kabooming. Lekkerie. Okay. Zeker lekkerie. Ga ik nu de gymleader doen. En dat ik is ook, ook lekkerie. En dan beginnen we, als er nog Pokémon over zijn, de volgende aflevering met de eerste cage match. Yes. En dan ga ik dood en dan zeggen we, dit was de laatste aflevering. Tot de volgende keer. Doei. Kut. Nou, ik had oprecht die winkel nog wel willen gebruiken. Die had denk ik wel Wing Attack kunnen leren op dit punt. Oeh, dat had wel fijn geweest voor deze gym. Ja, maar echt. Oh. Ik ben een beetje scary pants nou. Oh, don't be. Deze gym is best makkelijk. Ze begint met Nimble. Die heeft Struggle Bug en Double Kick. Okay. Level 14. Dan komt Tarantula. Met Bug Bite en Assurance. Dus daar zou ik je... je Ralts niet... Nou, sowieso zou ik je Ralts niet gebruiken in deze gym. Ik ga gewoon meteen Terrestrialize en dan Water Gun spammen. Ja, ja. Heeft hij nog een sterkere move dan Water Gun toevallig? Nee. Oh nee, ik bedoel kut. 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 Oké. Okay. Ja, ik ga zeker nog niet Terrestrialize op dit moment. Met mijn Ice Terramon. Oké, de special attack maakt niet zoveel uit. Als dit geen bug-type gym was, dan had ik gewoon counter kunnen spammen. Mm-hmm. Dan was dit echt easy winning geweest. Oh, fuck. Het overleeft. Challenge by leader Katie. Lekker. Met een Nimbling. Een Splushy. Een Splushy. Hallo. Een Tarantula. Wow. You can really dance. Wow. Oeh, een flinch. Die hadden we nodig. Ah, nog een flinch. Die hadden Kabooming. We nodig. Kabooming. Easy winning. Easy Jimmy. I saved the day. Oeh, bijna won it. KO'ing. Dan doe je wel meer damage dan dat ik doe. En we attacken lekker quick. Lekker. Oh, en dat is dan een crit, natuurlijk. Uiteraard. Maar ik terra nog niet. Denk als ik moet switchen naar, hoe heet die ook weer? Cyclosar, dan kan ik nog... Terra Rapid Spin doen. Dat zou nog redelijk sterk kunnen zijn. Trouwens, hoe zit het met de Terra Shards en zo? Mogen we dat farmen? Of doen we gewoon... Ja hoor. Ja? Oké. Okay. Ja. Want dan zou je al... Ik weet niet of dat al eerder kan, maar als je bij Gym 5 bent, dan kun je eventueel kiezen om je Terra Type te... Oh, fuck. Ja. Dat deed echt mogelijk veel damage. Ik moet even kijken wat is de defense hiervan? 21. Kijk of Cyclosar wat meer kan taken, want dit deed echt mook veel damage. Ik hoop dat dat een crit was. Oh, fuck me. Oké. De lowest attack. Ik ben gelukkig sneller. Oh, 1 HP! YOLO! Oh, ik doe fucking weinig damage. Oh!
Dit is niet normaal meer. What the fuck? Nou, ik was bijna al mijn Pokémon's kwijt. Ja. What the fuck, maat. Die Furriet Cutter wordt ook alsmaar sterker, hè? Oh, man. Je moet hopen dat ze mist. Ik zou zeker Super Potion gebruiken. Kom op, mis. Het deed wel volgens mij evenveel damage, dus... Ik ga zo even de accuracy opzoeken voor Furrykutter, want... zeg. Furrykutter. Oh, een crit. Oh, niet eens een crit. Sorry. Ik denk dat ik white. No way. Yep. Ze hebben ook de accuracy van Furrykutter geboost. Naar 95%. What the fuck, maat. Oké, dit is wel een beetje... Wat? Oh, avoid, maar... Ik doe bijna geen damage. Oh, ik heb het... Oh, nee, ik doe het verkeerd. Ik wou hypnosis proberen. Rip the dream. Oké. Oké, wat doen we nu dan? Want ja, we zijn pas bij gym 1. Wat we kunnen doen... dat jij een punt krijgt voor dat ik gewhite ben. En dat ik gewoon 3 nieuwe Pokémon surprise trade. Oké, ja. Ja. En dat je dan nog een poging... Ja, ik zal die 3 nieuwe Pokémon vangen... wel even offscreen doen. Dat hoeft niet in de aflevering. Het ruilen doe ik wel onscreen, denk ik, of niet? Of is wel niet. Leuker. Is wel leuker, alleen dat betekent dat ik ze dus ook nog moet trainen. Onscreen. En dan pas weer opnieuw kan proberen om de ding te verslaan. En jij kan sowieso niet verder, hè? Nee, klopt. Ik kan naar het volgende stuk lopen, maar... Ja. Ik denk het eerste wat ik ga doen is die krab killen. Voor de boost. Ja, maar dat hoort ook bij... Dat is natuurlijk ook een badge. Ja, oh, dat is ook een badge. Ja, dan... ik kan 3 Pokémon's vangen, that's it. En dan ruilen. Want ik moet ook nog wachten op de cage match, dan... Ja, we moeten sowieso wachten op de cage match. Jij mag dus ook geen XP meer krijgen, zeg maar. Met de mons die ik nu heb? Ja. Oké. Ik kan wel teruggaan naar route 1 of wat dan ook. En dan daar 3 dingen vangen. Dan eigenlijk moet jij nu niks doen. Eigenlijk moet ik gewoon wachten totdat jij het haalt en dan kunnen we de cage match. Ik kan ook gewoon nu even snel mijn Pokémon onscreen ruilen. Dat kan ook. In deze aflevering nog. En dan volgende aflevering, dan haal je de gym. Ja. En dan kunnen we de cage match doen. Oké. Precies. In ieder geval heb ik een punt, dus ja. En dan kan ik mijn Pokémon gewoon even trainen voor... ik kan het. Voor Katie. Voor Katie en dat kan gewoon offscreen. Ja hoor. Cool. Dan hoeven mensen daar niet ook nog weer naar te kijken. Oh, bang. Dus dat kunnen we wel doen. Dat je gewoon als iemand echt al zijn Pokémon kwijt is, dat hij dan gewoon 3 nieuwe Pokémon mag, maar dat iemand anders dan wel weer een cage match punt krijgt. Ja, ik denk dat dat wel verstandig is, want anders... Dan hebben we ook niet het gevaar dat het ooit stopt, zeg maar, zoals nu. Dan hebben we een serie van 1 aflevering, 4 afleveringen. Let's go. Ja, prima. Oh, dat was een hele snelle surprise trade. Lekker. Ik ben benieuwd. Ik ga die X-Guard Spank. Wel jammer van de Ralts. Maar misschien krijg je een nieuwe. Ja. Ik weet het niet.
Zo'n blauwe rot. Zo'n blauwe. Oh, Quickball. Quillfish. Quillfish. Ik weet niet of dat... Ja, je zit ook weer met het ding dat hij onder dat level moet zitten. Ja. Anders gaat dat ding totaal niet naar je luisteren. Quillfish is redelijk hoog level volgens mij. Ja, dat denk ik wel. 331 in de... Oh, level 1. Oh, nou, easy. Ja. Het is jammer dat geen Hisuian vorm is. Ja, vind ik dan wel. Dan was het beter geweest. Dan had je ook nog een... Nou, een redelijk goede mond voor de Bug Gym. Alhoewel, Quillfish resist ook gewoon Bug. Oh, oeps. Juist, ja. Dat is wel fijn van Game Freak dat ze dat hebben, dat ze dat hebben geïmplementeerd. Kijk, gaan we weer. Yeet. Let's go. Ik zag dat ook al in die nieuwe DLC en ik was al bang. Ah nee, de game gaat vastlopen. Of de game gaat... Ik kan niet meer weg. En toen dacht ik me, wacht. Oh, een level 65 Picky Pack. Juist. Ja, dat is van de DLC area. Ja. Nou ja, wel DLC Pokémon. Alleen ja, te hoog level. Ik zou best wel een level 1 Picky Pack willen... Of nou ja, een Picky Pack willen hebben voor het juiste level. Want ik heb nog nooit een game gespeeld met Picky Pack. Niet? Nee. Ik heb hem wel eens gebruikt. Alleen, ik vond toekennen nooit echt een... Ja... Die trok me niet. Sowieso niet in die eerste playthrough. Bagon. Oeh. Dat kan nog wel. Mm-hmm. Het heeft alleen geen Dragon Rage. Dus ja, daar moet je wel mee leven. Als heeft hij een Dragon Breath? Ja, die kan hij wel leren. Maar het ligt een beetje aan het level. Level 1! Hey! Nice, oké. Nog één Pokémon te gaan. Even Whistling. Dus dan moet je alleen even... Je ging offscreen dan die level 1 Pokémon trainen, toch? Ja. Oké, ja. Surprise trading. Ik zit... Om een of andere reden echt in mijn hoofd. Oh, ik moet morgen thuis werken, dus ik kan uitslapen. En dan bedenk ik me, oh ja, wacht, ik ben gevraagd dat ik om deze hele week op kantoor te werken. Kut. Nou ja, misschien dat ik gewoon morgen met de auto ga, want dan kan ik alsnog wat langer in bed blijven. Wie weet. Ja, want er is nauwelijks file. Het was echt super rustig vandaag op de weg, zag ik. Terwijl het openbaar vervoer totaal niet rustig was. Toch niet de Wondering. Oh ja, ik ga alvast 7. Ah, Grafaii. Nou, die zal... Die zal wel hoog level zijn. Ja. Auw. Ook Spokes Pilatus pas. Grifaia is level 45. Ik wil bijna zeggen, is dat zo'n shiny Grifaia? Maar dat is niet het geval volgens mij. Nee, volgens mij ook niet. Wat als je via Wonder Trade een legit shiny krijgt? Dan tel ik hem niet. Ruil gelijk weer. Nee, dat niet. Ik zou hem wel gebruiken als het mag, zeg maar. Oh ja hoor, uiteraard mag je die gebruiken. Nee, maar ik bedoel als het volgens de level ding is. Oh, volgens de level, ja. 1, 2. Nou. Nee. Ja, jawel, die zit er nu al in. Ja, dat kan wel. Heb je in ieder geval een flying type voor de gym? Ja, precies. Dat zou best wel sick zijn eigenlijk. Dat zou heel zieking zijn, hè. En 1, en 2, en 1, 2, 3, 4. Ja! Lekkering! Oké, Milaning heeft zijn nieuwe teampie. Het staat 1-0 voor Nandowing. De volgende aflevering ga ik de gym doen. Ik ga zorgen dat alle Pokémon level 15 zijn. Yes. En dan gaan we iedereen verslaan. Upting!
Tot de volgende aflevering. Doei. Later.